we komen dus binnen en ze zitten allemaal netjes in een rij klaar. En niemand die zegt iets. Dus we praten wel een beetje met elkaar. Maar goed, ik denk als straks iedereen binnen is, dan zal het vanzelf loskomen. Iemand die zal wat woord nemen en vertellen wat we gaan doen, denk ik. Het strijdplan is dat we, ik hou nu even altijd een verhaaltje over ons. En dan gaan we individueel lesgeven. En die heeft twee kanten. Dat wat zij natuurlijk voorbereid hebben. Dat je gewoon zoals je normaal je kinderen ook opvoedt, zou ik maar zeggen. Dat je met hen werkt. En dan het tweede is, wat je even tijd aan moet besteden, is aan de tango appassionado. Aan het einde van deze ochtend gaan we dan twee stukken spelen. Eerst de Martland en daarna spelen we de tango appassionado. Maar samen met hun. Trombon? Hey, Alex. I play, you play after me, yeah? Okay. So repeat. I play, I play, you play, okay? Ik heb vooral vraag- en antwoordspelletjes, dan ben ik op een gegeven moment gewoon een beetje gaan praten. Zo, wow. So, try. Play F. G. F. Eerst first F. Hij zat heel erg vast, hij was heel gespannen. En ik dacht misschien als we gaan improviseren dat hij wat meer los van het papier komt. Want hij zat ontzettend naar het papier te staren en de maat te slaan met zijn voet. En het improviseren was eigenlijk leuker. Ze hebben wel een soort angst om het goed of slecht te doen, zou ik maar zeggen. Dus een aantal durfden niet echt te spelen, terwijl ze het wel zo ingestudeerd hadden. Maar op het moment suprem, toen ze echt dat moesten doen, niet iedereen durfde te spelen. Maar een aantal ook weer helemaal wel. Dus het was toch gelukt. De geschiedenis van de oorlogen en dingen die allemaal hebben plaatsgevonden. De grensovergangen, alle checkpoints die we hebben gepasseerd. Dat was toch wel, dat heeft wel een beetje een niet zozeer beangstigende indruk. Maar het is wel dat je denkt, ja, je staat er wel bij stil zodra je er langs rijdt. Dat is wel, dat doet wel wat met je. We staan hier eigenlijk in het midden, in het centrum van Petra. Of Petra. En dit is eigenlijk heb ik me net laten vertellen, een stad die 300 voor Christus zich gevormd heeft. En het is wel heel bijzonder om te zien dat eigenlijk alle gebouwen, monumentale dingen die hier zijn, die zijn allemaal echt uitgehakt uit rots. Het stuk wat ik speelde, kwam eigenlijk in me op toen ik de omgeving zag. Daar heb ik eigenlijk een beetje mee gespeeld. Dat is niet iets wat bestaat. Ik dacht, ik ga gewoon, ik laat het op me afkomen en kijken wat er gebeurt. Kijken wat je terugkrijgt ook van die rotswanden om je heen. En dat is wel heel bijzonder om dat te horen. Het is toch wel een bepaalde akoestiek tussen al die rotsen in. En dat is wel heel erg leuk.